Uit Canada, Tatjana Zavik-Blefant-Blanche doet dat in 67,10. Een voorlopige zesde plaats. De laatste voor de tweede pauze. Patrick Nisbet uit Bermuda. Rijdt de Mary Farah van Klapschuit, een 9-jarige Belgisch warmbloed Mary. Van de wereldkampioenengste Vigo Darsouille en Heartbreaker. Nummer 79, Patrick Nisbet. En gaan we nu kijken naar een nakomeling van de wereldkampioen Vigo Darsouille. Faro van het Klapschuit. BWP gefokte Mary, 9 jaar oud en gereden door Patrick Nisbet voor de Bermuda-eilanden. En ook deze combinatie hebben we vorige week hier aan het werk kunnen zien op CA de Wolde. Heel kwaliteitsvol paard. Heeft veel weg van vader Vigo Darsouille. Veel galoppaden, deze Mary. En dan zit de laatste deelnemer voor de korte sleeppauze. En onderweg naar een goede eindscore, deze Patrick Nisbet. Foutloos in een tijd van 71-53.